start over 15 minuten. En daar komen ze aan, de Vriezen. De dame in het wit is Gemma Akkerman met Yildau. Zij gaat vooraf aan het défilé. Onder nummer 2 zien we Liebe B en Tjitske Bauma uit Terkapelen. Onder nummer 4 Anne Schoukje Sieberen Reinga uit Jouren. De 8 is Wede van de Bolderen met Peter Pijlman uit Lanjebert. Onder nummer 10 Elske met Huiten Zonderland uit Schasterbrug. Onder nummer 11 Wilco van de Ege Berdina Hoeve. Silke Boersma en uit Oenkerk. En onder nummer 14, de geweldige Edelien van Blessem. Hier in beeld, Jaap van der Weg uit Leeuwarden. Start vrij. De Friese dravers gaan zich opmaken voor de start. Wordt nog even wat gedaan aan het nummerdekje van de 11 en dan zijn we er klaar voor. En dan spreidt de startauto de vleugels uit. Gaan we ons opmaken voor de Friese draverij. Een traditie op Friesian Escort Day. 6 combinaties achter de vleugel. En dan is de start gevallen. Ik zei 6, het zijn er 5. En er is een hele rustige start voor nummer 11. Wilco van de Ege Berdina Hoeve. Die begint als laatste aan het karwei met Silke Boersma. Heeft een berg werk te verzetten. En ik denk dat het Jaap van de Weg is uit Leeuwarden met Edelien van Blessem. Die de toeristische route neemt. En met de toeristische route zou het eventueel nog spannend kunnen worden. Had daar bovendien een galoppade. Edelien inmiddels natuurlijk wel op hoge leeftijd. En de deelnemers die komen dan door de eerste meters met een zeer parmantige koploper, dat kan gezegd worden. En die brengt ze zo dadelijk op weg naar de overzijde van de baan. Heeft een lengte of anderhalf zeker voorsprong. Op de tweede plaats is ook Elske goed erbij. Wede van de Bolderen, die probeert er ook bij in de buurt te komen. En nog helemaal aan de buitenzijde, die Edelien van Blessem. En de deelnemers, die zijn dan op weg naar de laatste bocht. Voor mij niet te zien, de nummers. En uiteraard ook niet helemaal mijn vakgebied. Dus ik heb echt geen idee wie er aan de kop ligt. Maar het is wel een hele mooie parmantige. Kan de firma Faber wat inzoomen op dat nummerdekje? De 2. Dat is heel mooi. De 2, Liebe B. En Tjitske Bauma, die heeft de zaken aardig onder controle. Zou Edelien dan geschrapt zijn vandaag en heb ik dat niet meegekregen? Daar begint het wel op te lijken. Want normaal gesproken had hij toch al lang en breed aan kop gelegen. Al een jaar of 20 niet meer geklopt, Edelien van Blessem. Maar vandaag zien we het niet en is het nog altijd die nummer 2, Liebe B, met Tjitske Bauma aan de kop. De 4 ligt tweede, Anne Schoukje met Sieben en Rijga. Bedankt, krijg hulp uit de startauto. En dan komt er aan de buitenzijde Wilco van de Ege Berdina Hoeve met zijn Silke Boersma die uit Oenkerk komt en probeert er wat aan te doen. We komen in de laatste rechte lijn.
En de 2 leidt voor de 4 en de 8 komt eraan. Wede van de Bolderen. Die gaat de aanval inzetten voor de tweede plaats. En die komen dan in 3 sporen af op die laatste meters. En het is nog altijd sterk aan de leiding. Lieve B. Tjitsebauma uit Ter Kapelen. Die heeft een hele gezonde voorsprong opgebouwd. En gaat eigenlijk steeds makkelijker aan kop van het veld. Met die prachtige Friese Sulky erachter. En we komen dan in de laatste meters. Hij speelt nog wat met de oortjes. Hij wordt nu moe. Hij wordt nu moe. De concurrentie komt dichterbij. Maar het is nog altijd die nummer 2. Lieve B. Tjitsebauma. En die gaat het winnen van start tot finish. Knap gedaan, Lieve. Geweldige winnaar. Een keer wat anders dan Edelie van Blessem. Lieve is binnen. Wint het hier op de tweede plaats. De 4. Dat is Anne Sjoukje voor de 8 Wede van Bolderen. Daarachter dan de 14 zo te zien. De 10 en de 11. En dan kan de winnaar zich melden voor de huldiging. Lieve B. en Tjitsebauma. Voor mij een nieuw gezicht. Sterke winnaar. We kunnen overgaan tot de huldiging van de winnaar Lieve B. Tjitsebauma. Hij liet niets aan het toeval over, nam resolute leiding en gaf de leiding uiteindelijk niet meer uit handen. Mooie tweede, Sieben Rijnga met Anne Sjoukje. Mooie derde, Pieter Peilman met Wede van de Bolderen. Over 8 minuten alweer de volgende draverij. Hostes Sandra Winkelman, ze heeft een mooie prijs voor deze man Tjitsebauma. Hij straalt van oor tot oor, heeft een prachtig mooie Vries, Lieve B. En die was ook nog eens ongelooflijk snel. Het zijn schitterende beelden. En u kunt zo dadelijk in de handen voor de Vriezen, maar vooral voor de geweldige winnaar. Ik zou zeggen, jongens, de ereronde voor Lieve B. en Tjitsebauma. En Edelien was er wel degelijk bij vandaag. Maar kon zomaar geen potten breken. We geven toch nog maar een keer een geweldig applaus. Want hebben we al die jaren van haar genoten. Edelien van Blessem. En we danken de vereniging Friese Dravers voor een geweldige show. Bedankt. En van de Friese Dravers naar de man uit Wolvenga, dames en heren. Robin Bakker, met hem spraken we voorafgaand aan de 7e koers over de kansen van paard nummer 3, Innovation Love. We hebben daar nog wel even de tijd voor. Start over 6 minuten. Robin Bakker, het interview met hem wordt zo dadelijk gestart.